Dag dames en heren, wat een prachtige dag vandaag. Brede opklaringen, zeer veel zon en ook hoge temperaturen. Lokaal gingen ze zelfs tot 18 à 19 graden in de Benelux. Wel, vanavond gaan we daar nog even van kunnen nagenieten, want de opklaringen blijven op de meeste plaatsen vrij breed. Boven het noorden komt er wel wat meer hoge bewolking opzetten en we zien ook later op de nacht dat vooral boven Nederland die bewolking toch wat dominanter wordt. Elders in de Benelux en zeker boven de Ardennen blijven de opklaringen vrij breed. Temperaturen 3 tot 4 graden voor het zuiden, elders zitten we tussen de 5 en 7 graden. En dan morgen kunnen we kort samenvatten. De meeste zon is voor het noordwesten. Boven België en de andere regio's in Nederland zien we toch wat meer wolken, maar dat wordt afgewisseld met brede opklaringen. Dus het is een beetje wisselend bewolkt weer. Het blijft sowieso overal droog en de temperaturen die gaan toch wel wat naar beneden. Vooral boven Nederland onder invloed van die noordelijke stromingen 8 tot 13 graden. Boven België gaan we lokaal nog naar 16 graden, maar dat is dus vooral voor het uiterste zuiden. Op de meeste plaatsen in België zitten we zo rond een 13 à 14 graden morgen. En dan, heel belangrijk, want vannacht gaan we opnieuw overschakelen naar het zomeruur. Dat wil zeggen dat 2 uur 3 uur zal worden. Dat wil ook zeggen dat we morgenochtend een uurtje minder lang kunnen slapen. Nu, ik zou zeggen, vergeet niet uw klok te zetten of te verzetten uiteraard. Dat kan vanavond al of dat kan morgen. U kiest dat gewoon zelf. En ja, voorts is het gewoon even wennen, maar dan komt dat uiteindelijk wel weer in orde de komende dagen. En dan kijken we, ja, gaan we verder met het weer uiteraard. Op maandag ziet dat er nog steeds zeer goed uit. Met brede opklaringen, veel zonneschijn en temperaturen tussen 11 en 16 graden. Dus het blijft vrij zacht. Ook op dinsdag is het nog steeds zeer zacht door die matige zuidelijke wind. Maar die voert wel zeer onstabiele lucht aan. Dus dat wil zeggen dat er gemakkelijk buien gaan ontstaan. Die kunnen gepaard gaan met onweer, zelfs lokaal. Vrij veel bewolking ook, dus het is eerder hier en daar nog een paar opklaringen in plaats van zeer brede opklaringen. Dus toch wel een stukje minder. En ook richting woensdag hebben we dan een buiig weerbeeld. Gaat dan eerder om aprilse grillen. Onder invloed van koude bovenluchten wordt het ook weer wat kouder aan de grond. 7 tot 12 graden. Maar dus ja, die koude bovenluchten gaan ook die forse buien triggeren. Dus met ja, lokaal forse regenbuien, eventueel gepaard gaan met korrelhagel of een donderslag. Echt onweer verwacht ik woensdag dan eerder niet. Ik zou zeggen, we gaan even een korte poll houden in de reacties. Laat het even weten, wat verkiest u? De ras-echte aprilse grillen of toch eerder het zachte lenteachtige weer van vandaag? Laat het even weten in de reacties hieronder. De dagen daarna, temperaturen die opnieuw ongeveer normaal worden voor de tijd van het jaar. Maar ja, de neerslagkansen lijken vooralsnog vrij hoog te blijven, voorlopig uiteraard. Maar goed, we zijn nog maar zaterdag vandaag. Dat wil zeggen, eerder we tegen die volgende week zijn, kunnen er nog een paar zaken veranderen. Dus we gaan daar ons nog niet te veel op blind staren uiteraard. Ik wens je nog een heel fijne zaterdagavond toe. Dit was het voor deze zaterdag 30 maart. Heel graag tot woensdag.